Het was eventjes leuk en spraakmakend, maar de act van Joost Klein kennen we nu wel en begint echt te vervelen. Hij zat gisteravond in de zaal tijdens het televisiergala gala omdat hij ergens kans op maakte, maar toonde niet de beleefdheid om de volledige show uit te zitten. Op een gegeven moment liet hij zijn twee kameraden alleen achter. Echt walgelijk vindt Ronald Moledijk het. Dat was genant, toch? zegt de muziekkenner in Show Presentator Patrick Martens, ja, vond je het gênant? Ronald, ja, niet dat hij genomineerd is, maar hoe de man zich manifesteert daar. Privébaas Evert Santegoed, als Zorro. Ronald vindt het ten eerste onbegrijpelijk dat Joost met een zonnebril op in carré zat. De act met de bril en ook niet even opstaan. Patrick, dat is toch ook wel een beetje wie hij is? Ronald, ja, kom op zeg. Hij is niet dit. Evert, we hebben hem nooit meer gezien na dat hele songfestival en dan staat hij op uit de zaal, vertrekt uit de zaal op het moment dat André van Duin met zijn euvering van het podium komt en dan sneekt hij die zaal uit. Respectloos, vindt Evert dat. Iedereen dacht dan van, oh, die gaat dan zo optreden zeker. Dat gebeurde niet. Nee, hij ging een of ander ding op zijn Instagram zitten plaatsen. Showkenner Eline de Ruig, ja, dat is zijn publiek, hè? Het verbaast me wel dat hij er was. Ik dacht wel, dan gaat er waarschijnlijk ook iets groots komen of is hem misschien al stiekem ingefluisterd dat hij toch die prijs zou winnen. Dat gebeurde allemaal niet. Ik dacht ook nog, misschien wordt toch nog het Zoomfestival aangekondigd. Dat is allemaal niet gebeurd, constateert Eline. Ik had allemaal complottheorieën in mijn hoofd. Dat gebeurde niet. Hij sniekte dus inderdaad halverwege dat gala al weg, dus wij dachten, die staat snel buiten, stapt in een auto en gaat weg. Maar nee, Joost stond gewoon ergens in de coulissen. Hij stond daar nog in een hoekje maar te staan. Dan zetten we de camera aan en dan krijg je dus een diepte-interview. We zien verslaggever Tom Goderie op Joost aflopen. Hij vraagt, Joost, wat leuk dat je hier bent. Joost, goede Tom, wat vond je van de avond? Joost, de avond is net begonnen. Tom, is het jammer dat je nog niet mag reageren op alles wat er gebeurd is bij het Zoomfestival? Joost, van wie mag dat niet? Tom daagt hem uit om iets te zeggen. Van mij mag het nou. Wat zou je er graag over zeggen? Joost, graag praat ik niet. Een schaarste aan woorden creëert meerwaarde. Tom, maar wat is er nou gebeurd? Joost, waar? Tom, bij het Zoomfestival. Joost, hoe, dat weet ik niet. Tom is uit op een goede quote van Joost, maar krijgt die niet. Er gingen geruchten dat jij iemand geduld hebt, geslagen hebt. Wat is er nou gebeurd? Joost, eh, hm, m. Een van de eerste woorden in jouw zin, was dat, geruchten, chef's kiss, vijf sterren. Dan loopt hij weg. Ronald aan de desk, dit is toch gewoon Sesamstraat niveau? De man heeft Nederland vertegenwoordigd. Ik snap artiesten vaak beter dan anderen aan deze tafel. Want artiesten mogen ook een beetje gek zijn, toch? Maar deze man is gewoon heel erg gaan geloven in zijn eigen act.